rechtstreekse confrontaties. Dit waren de kleinere partijen, voor zover ze zijn komen opdagen. Dat heeft u gezien. Nu gaan we naar de 1-op-1 debatten met 8 partijen. Nog een keer, nu zeg ik het wel van tevoren, onderbreken mag, door elkaar praten niet. Dat is eigenlijk de gouden tip. De bedoeling is juist zo helder mogelijk te krijgen waar de partijen staan. Ze hebben allemaal zelf een stelling geformuleerd die ze kort mogen toelichten. Daarna kort een tegenreactie en daarna gaan we debatteren. En dit zijn dus de onderwerpen waarmee ze u 1 dag voor de verkiezingen willen overtuigen. Dit is om te beginnen de stelling van GroenLinks. De verschillen tussen arm en rijk moeten kleiner. Hier zijn Jesse Klaver en Sybrand Buma. Meneer Klaver, u mag hem kort toelichten, uw stelling. Dank u wel. Meneer Buma, zoals u weet zou ik graag een volgend kabinet met u vormen. Maar op 1 punt maak ik me ook nog wel zorgen. En dat gaat over wat u wil met de ongelijkheid in dit land. Als ik in uw verkiezingsprogramma lees dat u wil bezuinigen op de zorgtoeslag, dat u belastingverlaging geeft aan de allergrootste bedrijven, en dat mensen die meer dan 1 ton verdienen 10 keer zoveel erbij krijgen in uw plannen dan een postbezorger, dan maak ik me wel zorgen. U heeft het voortdurend over het belang van fatsoen. Maar wat doen we voor al die hardwerkende mensen? Bent u met mij bereid, meneer Buma, om het verschil tussen arm en rijk in Nederland de komende jaren kleiner te maken? Meneer Buma, korte reactie. Ja. Weet u, als linkse partijen praten over het verkleinen van inkomensverschillen, dan weet je bij voorbaat al wie de rekening betaalt. Dat zijn de hardwerkende Nederlanders met een middeninkomen. Dat was al zo lang geleden in de tijd van Joop den Uyl. En het was in het afgelopen kabinet Rutte niet anders. Het nivelleringsfeest van Hans Spekman. En wat zegt Jesse Klaver? Het is nog niet genoeg. De komende 4 jaar gaan we gewoon door. Ik dacht het niet, meneer Klaver. De belastingen in dit land zijn niet te laag. De belastingen in dit land zijn te hoog. Meneer Klaver. Meneer Buma, dat is een mooie one-liner, maar niet waar. Als ik naar uw programma kijk, dan zie ik dat u ervoor heeft gekozen, zoals ik zeg, mensen die meer dan 1 ton verdienen. Die op een advocatenkantoor werken of bij een bank. Die krijgen er 10 keer zoveel bij in uw plannen dan iemand die postbezorger is of in de thuiszorg werkt. Of conciërge. Wat is uw rechtvaardiging daarvoor? Ik heb een tijd bij het CNV mogen werken. Een prachtige organisatie. Ik heb daar kennis mogen maken met het christelijk sociaal denken. Volgens mij het denken waar uw partij op gestoeld is. Daar gaat het over barmhartigheid. Daar gaat het over omzien naar elkaar. Welke keuze maakt u om om te zien naar anderen? U laat mensen met de laagste inkomens in dit land in die zin in de steek. Dit is volstrekte kolder. Het grote probleem in Nederland is bijvoorbeeld als je een inkomen hebt tussen de 25.000 en 35.000 euro. Dat is geen topinkomen. Dan betaal je nu over iedere extra euro die je verdient 80 cent belasting. Over die extra euro. Weet u wat dat is? Dat is onrechtvaardig. En weet u wat vervolgens GroenLinks tegen die mensen zegt? We doen er nog een paar belastingen bij. Een verpakkingenbelasting, een vleesbelasting, fileheffing, spitsheffing, een belasting op je vierkante meters grond. Ga zo maar door. Belasting op belasting. En we weten het allemaal. Wie betalen die belasting? Helemaal niet die rijken. Echt, die gaan wel naar België, die zijn al lang weg. Maar de gewone Nederlanders die hard werken, zijn de komende 4 jaar de klos. Als u voortdurend die hand uitstrekt, zeg ik, dit doen we dus niet. Maar meneer Buma, ik denk, we zijn nu bijna op verkiezingsdag. Ik denk, nu heeft u vast de tijd gehad om het volledige programma van GroenLinks te lezen. Wat u nu doet is ongeveer de helft oplepelen. Namelijk al op de manieren waarop wij milieubelasting in Nederland vervuilen. Dat is heel verstandig om dat te doen. Dat we namelijk het klimaatprobleem moeten aanpakken. Wat u niet vertelt is de manier waarop GroenLinks dat teruggeeft aan burgers. Door ervoor te zorgen dat de zorgpremies met 1.000 euro per jaar omlaag gaan. Door ervoor te zorgen dat mensen met gewoon normale middeninkomens er tot honderden euro's per maand op vooruit gaan. Dat is de andere kant die u ook moet vertellen. En meneer Buma, ja, ik kan uit uw programma een aantal maatregelen halen en vertellen hoe positief of hoe negatief ze uitwerken. Maar uiteindelijk gaat het erover hoe ziet het er onder de streep uit. Dat is wat voor mensen thuis telt. En dan zie ik in uw programma dat u ervoor heeft gekozen om een bankier er 10 keer zoveel op vooruit te laten gaan dan iemand die als conciërge of als postbezorger werkt. Ja. Gaat u daar nou eens in? Waarom heeft u die keuze gemaakt? Vindt u dat nou werkelijk rechtvaardig? Omdat dat onzin is. En dan ga ik dus in op de echte problemen. Maar wacht even, onzin, dit klopt niet, de cijfers klopt niet, die Klaver vind ik echt belachelijk. Maar kunt u mij dan vertellen wat het wel is? Als u gewoon naar de koopkracht kijkt, de ontwikkeling, kunt u mij vertellen wat de cijfers dan wel zijn? Ik ga u zeggen, de koopkrachtontwikkeling in uw modellen, ik kijk naar de mensen thuis. En ik zie ook de afgelopen periode. Nee, ik ga door. Ook de afgelopen periode. Meneer Buma, het is te makkelijk. Niet door elkaar, heren. Precies, want het was zo.
u mag niet door mij heen praten. Dat hadden we afgesproken. Dat is de regel die ik altijd vergeten zie. Ja, maar u had afgesproken. U was aan het uitleggen en ik was nou aan het woord. Wel of het wat klaar voor zegt. Het antwoord is nee. En weet wat het punt is? Politici die zeggen we gaan de belastingen verlagen, maar we geven het wel verhogen en we geven het terug. Dat was het afgelopen 4 jaar ook nee, zo. We zouden Klaver, 1000 euro Klaver had het erover dat uw bankiers heel veel in het is koker gaat toenemen. Ja, het is volstrekt maar kolder. Vertelt u mij even dan wat wij doen, nee, maar vertelt u mij dan, ik vraag u, ja. U kunt het kolder vinden, die modellen van het CPB. Daar heb ik ook genoeg kritiek op. Ja. Maar u heeft het laten doorrekenen, dus het ligt er. Kunt u mij dan vertellen, ook al bent u het er niet mee eens, hoeveel gaan mensen erop vooruit, zeg maar, die als conciërge bij u werken? En hoeveel mensen gaan mensen erop vooruit die meer dan een ton verdienen? Als u zegt dat ik het namelijk bij het verkeerde eind heb, dan moet u mij corrigeren, maar dan ook wel de feiten op tafel. Ja, meer dan bij u. Nee, bij u worden die mensen... Meneer Buma, ik stel u een hele concrete vraag. Vertel me dan hoeveel het is. Ik ga absoluut niet met u een cijferdiscussie voeren op iets wat een veel groter probleem is. Dus u zegt dat ik onzin praat, maar u wilde niet de argumenten bij leveren waarom dat zo is. Oké, ja, waarom? En waarom zeg ik dat? Omdat die 2 miljard euro belastingverpakkingen, die belasting op auto's, die belasting op huizen, de mensen echt gaat treffen. En dat zijn geen koopkrachtmodellen, dat zijn echte problemen. En het afgelopen jaar hebben we het gezien. Het begon met iedere Nederlander een cadeautje, zoals u ze ook denkt te geven, 1000 euro erbij. Was top in de modellen. En wat gebeurt er aan het eind van die 4 jaar? De modellen klopten niet, de mensen met de middeninkomen gingen erachteraan. En weet u wat ik belangrijk vind? Niet de cijfers, maar de mensen achter de cijfers. Oh, en die weten drommels goed waar ik het over heb. En die weten ook heel goed wat ze met u gaan krijgen. Hogere belastingen en meer lasten. Meneer Klaver. Zo. Meneer Klaver. Ik ben blij dat er ook 2 mensen nog heel enthousiast waren over dit betoog. Want dat is gewoon niet waar, meneer Buma. U loopt weg voor de feiten. Ik weet donders goed hoe mensen, hoe zwaar mensen het op dit moment in Nederland hebben. Dat is precies waarom ik dit onderwerp heb aangesneden. Als je ziet in de wereld dat Donald Trump wint, dat we een Brexit hebben. En als je doorpraat met mensen die zich zorgen maken over populisten, of zich daartoe aangetrokken voelen, dan hoor je dat ze bang zijn voor de doktersrekening, dat ze die niet meer kunnen betalen. U kiest ervoor om amper iets te doen aan het eigen risico. Dan hoor je dat hun inkomen de afgelopen jaren te veel heeft gestagneerd. En ik schrik als u bezuinigt op de zorgtoeslag. Om het zo concreet te maken. De zorgtoeslag, dat is niet een soort van cadeautje voor mensen. Daar zitten mensen aan het einde van de maand op te wachten. Om ervoor te zorgen dat ze hun rekeningen weer kunnen betalen. U wilt daarop bezuinigen, meneer Buma. En ik vind dat werkelijk waar onbegrijpelijk. Okay, meneer u bent CDA, van barmhartigheid. Kom daar dan voor op. Buma. Het CDA kiest ervoor om het eigen risico te verlagen. Met... En om het leenstelsel voor studenten af te schaffen. Want als er iets is wat ik niet begrijp van GroenLinks... dan is dat een politieke partij die zegt dat hij voor studenten is. Maar denk eens aan zo'n student in het mbo, die door wil leren naar het hbo. En ik heb ze gesproken en weet u wat ze zeggen? Mijn ouders zeggen, alsjeblieft, steek je niet in de schulden. Wat u toen gedaan heeft, dat is onrechtvaardig. Doet niks in uw modellen. Maar ik weet één ding, de mensen thuis weten het wel. Die zeggen, ga niet studeren, terwijl het de toekomst van ons land is... om jongeren wel te laten studeren. En u bent daar verantwoordelijk voor. Oké, meneer Klaver. Meneer Buma, het laten studeren van kinderen en van jongeren... is het allerbelangrijkste wat er is. Maar de vraag die ik u stelde ging over iets anders. Nee, ik sprak u... maar u mag u wel antwoord op geven. Het leenstelsel, waar het CDA voor een deel van af wil. Ik sprak de heer Buma aan, misschien niet op de manier hoe het u bevalt. Ik sprak de heer Buma aan over de zorgtoeslag. Maar laat mij iets zeggen dan over het leenstelsel. Het is ontzettend belangrijk dat mensen gaan studeren. Ik heb deze verhalen ook gehoord. En weet je wat ik het ergste vind? We hebben een systeem gebouwd waarin mensen, dat als ze straks geen inkomen hebben of geen werk hebben, niet hoeven terug te betalen. En de meeste jongeren die ik spreek, wisten het niet. Ik heb mensen gehoord die zeggen, mijn ouders die verdienen niet genoeg en hoe moeten ze mij nou steunen? Ze wisten niet dat ze aanspraak maakten op een beurs. Geen lening, een beurs die ze krijgen van de overheid en die ze mogen houden. Het is zo belangrijk dat dit duidelijk is en ik vind dat een volgend kabinet die beurs ook nog verder zou moeten mogen. En weet u weer eens? Nee, ik ga u onderbreken, we moeten afronden. Tijd heen. Nee, wacht even wat ik ga zeggen, want dan bent u niet ontevreden. Dan zeg ik namelijk dat Jesse Klaver de stelling heeft binnengebracht en dat u het slotwoord heeft. Maar dat was vast toch niet? Was de afspraak. Ja. Heel goed. Met mij althans. Het slotwoord heb ik met mezelf afgesproken. En ga ik bij de anderen ook doen. En daar had ik een half uur voor. We zijn door de tijd. U heeft een half... Het leenstelsel. U zegt nu precies het probleem. Want de mensen met het middeninkomen, die krijgen die steun niet. Jawel. En weer zijn de mensen met het middeninkomen de klos. En daar pas ik voor. Zoek maar een ander. Oké, dit was het. Ja, dat belooft wat voor het komend kabinet, hè, waar u misschien mogelijk toch bij de... Ik had het laatste woord. Ja, oké. Nee, dit heb ik altijd. Dat zei ik door. Goed, geef dus een applaus. Dank je wel.